Beste kijkers van lokale Omroep Stijn. Vandaag is het 5 december. Veel zijn aanwezig in de Mikado voor de actie van Hein Koolmans. Hein trekt de kar. En deze actie heeft te maken met de voedselbankactie van onze grote broer L1. Veel zin hier om verslag te doen van de actie van Hein, die er organiseert samen met onze grote broer L1, ten behoeve van de voedselbankactie. En Hein heeft namelijk verleden week heeft er bonnen verzameld van de postcode loterij. En voor een waarde van 11.000 euro heeft er die kunnen verzilveren bij Albert Heijn en daarvoor duurzame voedselproducten kunnen kopen. Nou, voor het nieuw verslag van Hein zijn actie om de auto 50 meter door de Mikado te trekken, kijk hier met ons met. Hein, de prestatie, het is zich weer gelukt, hè, jong? Ja, dat. Ik stond er zelf ook een beetje versteld van. Maar ik zeg altijd: als het niet probeert, zwet ze het net. En het enigste wat zo kan gebeuren is dat ik hem net van de plaats af kreeg. Maar ja, dat wordt geen probleem. Dus dat lukte je al goed. Maar ja, ik heb toch wel af en toe eens even puffen. Dat is natuurlijk ook een aantal kilo's wat ze moest trekken, hè? Ja, witte chauffeur zit dat rond de 900 kilo. En. Het grote probleem is, er zit maar één sleeboog aan. Dus ik word eigenlijk van links naar rechts getrokken. En dan moest ik dus eerst carbonu weer in gang trekken. En dat wordt dus wel op een gegeven moment heel zwaar. Kijk eens, dat bijvoorbeeld in het midden zat, ja, dan ging dat veel gemakkelijker. Dan koos hem ook gewoon vast blijven houden en dan in één keer doortrekken. Maar de zorg zelf dat ik van links naar rechts ging ermee tussen. Maar het is goed gegaan. Ja, dat is toch een super prestatie wat ze neer hebben gezet? Ja, ik vind dus de prestatie in Wastrijd nog altijd veel groter. Ja. Dat wordt inderdaad nog heftiger en alles, ja. Maar Paul, hebben ze het samen met Paul hebben ze het allemaal gedaan? Ja, Paul is me de steun en toeverlaat die eigenlijk... Omdat ik zelf, ja, ik ken geen auto rijden, ik ken moeilijk hierheen komen en alles. Dus Paul is ook al die dagen hier met me hierheen gekomen. Ook nu weer, hij heeft een auto is er genomen in de garage, brengt hem dadelijk weer terug. En ja, zonder Paul en mijn vrouw Yvonne, moet ik erbij zeggen, zou ik dit niet kunnen gedaan hebben. Want die 11 dagen bij Appie waren ook heel erg zwaar. Want ik krijg toch op een gegeven moment het gevoel dat ze met beton in de ongeruk worden en storten. Zoveel lasten van gekregen. Dat geloof ik te geer, ja. Maar voor de goede zaak, absoluut moeten we dat doen. Ja. En ja, de lui die vragen wel eens aan me, waarom deze dat? Ik ben er al heel erg verbonden met de lui die in een voedselbank zitten. Die zitten eigenlijk ook in een diep dal. Door te vechten en niet op te geven, kunnen ze eruit komen. Ja, en dat heb ik ook gedaan. Dus ook die lui moeten dus gewoon neer bij de pakken gaan neerzetten. En echt te vergonen. En ja, ik heb laten zien hoe ook vandaag dat alles mogelijk is. Niks is onmogelijk als het niet geprobeerd hebt. Dus ze hebben dan nog een moreel tintje gekregen. Absoluut, ja. Absoluut. Hè. Want het is gewoon zo dat als ze het moeilijk of angstig hebben in dit leven, dat ze er heel hel en heel zwaar voor moest werken om er weer uit te komen. Om wat voor reden lui in de voedselbank zijn gekomen, maakt niks uit. Op deze manier doen ze wel steunen dat ze die zorg van het einde niet hebben, maar dat ze dus wel met andere instanties kunnen begeleiden om daar weer uit te komen.
Ja, en ik ken tenslotte zin dat door het halvechten het waalgent gewonnen. Ik ga even nog met Paul de laatste vragen stellen, want dat is dan toch een ondersteuning geweest. En Doeps de fysieke prestatie geleverd, maar die taak van hem is niet te onderschatten natuurlijk. Ja, dankjewel. Paul, aan dich eigenlijk dan, wat is eigenlijk het resultaat gehoord van uw actie? Nou, het resultaat is dat we ongeveer een 13, bijna 14.000 euro hebben kunnen ophalen aan goederen. En dat is een fantastisch resultaat ten opzichte van het vorig jaar. Daarover binnen 4.000 euro aan goederen. Ja, dat is toch fantastisch. Hier gaan we dus alleen maar een aantal winkeliers hebben meegedaan. En volgend jaar zou het heel schoon zijn als de ganse bekade zou meedoen in deze actie. Want we willen dat wel heel graag herhalen. Ja. Dus volgend jaar over een weddenschap te vermaken of zo, dat ze zegt van 20.000 of zo. Nou, dan moet je bij heen zijn, maar ik denk het wel. Dan kom je nog even terug bij heen. Heen, weddenschap? Nee, want ik vind die 20.000 veel te binnen. Oh. Ja, kijk, als we de ganse bekade met krijgen, ja, dan moet dat toch minimaal 50.000 worden. Verminder gewoon verneerd. Nee. Goed, en de tegenprestatie, dan ga ik tegen 7 laten nadenken dan. Ja, dat mag, ja. Ja. Als we ze halen, dan heb ik wel een leuke tegenprestatie dan. Daar houden we voor die gaan. Heen, in ieder geval gefeliciteerd met deze prestatie, sowieso het auto trekken, maar ook de hele actie wat ze opgezet hebt samen met Paul. Geweldig. Ja, en ze krijgt vrijdag nog een vervolg, hè, want dan over geld en goederen ophalen bij Fortuna. Want voor de wedstrijd van Fortuna AZ hebben we van Fortuna toestemming gekregen om aan de ingangen te collecteren en goederen te verzamelen. Dus daar halen we dus nog eens een flinke lap op. Ga zo door. Dank u wel.